Mauro, je eerste doelpunt dit seizoen. De ja. 2-0, vertel, hoe kwam die tot stand? Volgens mij kwam de bal bij Pasco in de hoek. En ik liep in de rug van de centrale verdediger van Almere. Een goede bal van Pasco en ik schiet hem goed binnen, denk ik. Er zijn een aantal uitvallers deze week door blessures, ziektegevallen. Begin je dan anders aan een wedstrijd? Nee, we hebben de wedstrijd gewoon goed voorbereid, goed opgetraind. En ik denk dat we, ook al mis van een paar spelers, denk ik dat we gewoon genoeg kwaliteit hebben in het team om wedstrijden te winnen. Of uiteindelijk vandaag een puntje binnen te halen. Van een 0-2 voorsprong verandert de stand naar een 2-2. Met wat voor gevoel neem je een punt mee naar Dordrecht? Uiteindelijk een goed gevoel. Vergeleken de vier vorige wedstrijden natuurlijk geen punten gepakt. Dus uiteindelijk wel blij met het puntje. Ja. Maar ik denk wel dat er meer had ingezeten. Volgende week uit, Jong AZ. Wat zijn je verwachtingen? Ik denk als we spelen zoals vandaag. Ik denk als we een paar dingen even fine-tunen. Dat we voor de 3 punten kunnen gaan daar. Oké, dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel.